Provinciaal Domeinetlin is altijd al een zeer waterrijk gebied geweest. Dat zorgde hier in de middeleeuwen voor heel wat problemen, omdat hier talrijke muggen waren die op een gegeven moment een deel van de bevolking gedecimeerd hebben van Eeklo, omdat de haastige ziekte uitgebroken was. Dus de bewoners van Eeklo schreven de pest toe aan de dampen die opstegen uit het moerasbos. Momenteel bevinden we ons hier eigenlijk in iets wat gelijkt op loopgrachten. Het zijn eigenlijk rabatten. De Oostenrijkers hadden hout nodig, waardevol hout, voor oorlogsvoering. En ze wilden beuken en eiken planten. Dus die rabatten hebben het mogelijk gemaakt om een ander bos aan te planten dan het voorheen van nature was. Een bos hoeft niet strikt genomen beheer, maar je kunt ingrijpen onder de vorm van dunningen. Met de bedoeling de resterende bomen die er nog staan, om die meer licht en meer ruimte te geven, zodanig dat ze kunnen uitgroeien in feite. Bijvoorbeeld de Amerikaanse eik. Die wordt via de Gentse haven verscheept naar China. Daar wordt er parket van gemaakt en keert dan terug naar Europa als afgewerkt product. Hier achter mij staat een prachtige beuk die aangetast is door tonderzwammen. Alle paddenstoelen die hier staan zijn allemaal eetbaar, maar vele daarvan maar één keer. Provinciaal Domeinetlin is een oud bosgebied en op één na het grootste van Oost-Vlaanderen. Het heeft eigenlijk voor elke bezoeker wat te bieden. Daarnaast is er nog een arboretum van 6 hectare, waar in totaal 8000 verschillende bomen en struiken staan. Kortom, voor elk wat wils en een aanrader alvast voor heel het Meetjesland.